Zaterdagavond zat ik bij hem in het programma. Heel gezellig, fijn, laatste show, Vrienden van de Verre. Wat hoor ik vandaag? Persconferentie van Peter van de Verre. Hij gaat 183 uur lang radio maken. Dat is 8 dagen zonder slaap. Hij is gek. Peter van de Verre. Ja, het is een stunt, maar het is ook de waarheid. Dit was de brochure van de persconferentie vandaag. Marathon Radio. Ja. Ja, het is weer begonnen natuurlijk met een goed idee. We gaan de studenten steunen tijdens de blokperiode. Ja. Mm-hmm. En dan loopt dat uit de hand. Hoe is het uit de hand gelopen? Je kent dat ook. Dat is effectief. Van vorig jaar denken we van... Oké, we gaan in juni doen we altijd iets met M&M voor studenten. En dan plots is er een of andere zot van... Zeg, zo'n wereldrecord radio, dat is toch ook plezant? Dan zeg ik, ja, dat is ook plezant. En dan zoek je dat op. Van, doet jij dat dan? Dus ja, dat 183 uur. Wie was de Pipo die dat voor jou... Enfin, die dat tot nu toe op 183 uur heeft gezet? Het is een Italiaan. Een Italiaan. Ah, ja. En die heeft dat intussen ook al 2 keer gebroken. Want er was ooit een Indiër... die het had gebroken. Die Italiaan heeft gezegd van, ik kan dat beter, die breekt dat. Ja. Dan was er een Duitser die dat overnam. En die Italiaan heeft gezegd van, als een Duitser dat doet, dan doe ik dat nog eens beter. En die is er dan nog eens overgegaan. Vandaar 183 uur. En staat nu op 183 uur. Dus als jij 183 uur en 1 minuut hebt, is het dan, goed. Dan zou het eigenlijk goed moeten zijn. Maar laten we zeggen dat we dan doorgaan tot 184. We gaan het even over de medische aspecten van deze stunt toch even doorbomen. Had je niet iets anders kunnen. We hebben hier bijvoorbeeld wat beelden van rare wereldrecords. Dit is het wereldrecord ballen vasthouden met 1 hand. A whole ball. 2 tennis balls. 3 tennis balls. And 2 pool balls. A baseball. Ah, a little bitty sponge ball. Another baseball. 9. 10. How do you like that? Dat is heel lang geleden. Maar rond die periode... Daar heeft een student niks aan natuurlijk. Als ik ballen ga vasthouden, daar zijn ze niet mee geholpen. Maar ongeveer rond die tijd, ik vermoed dit is eind jaren 50, begin jaren 60... Heeft er eens iemand het record veel scherper gesteld op 201 uur, 1959? Peter Tripp, had het wereldrecord zo lang mogelijk wakker blijven. Want ik mag wel degelijk af en toe slapen. Dus per uur mag ik 5 minuten rusten, kan dat opsparen. Ja. Dus dat valt vijf minuten slapen, dat slaap je toch niet? Maar je gaat het opsparen. Het wordt opgespaard. Ja. Dus er is een blok van 48 uur. En de laatste 3 uur van die 48 uur mag ik slapen. En daarvoor zitten nog een tweetal powernaps van 15 minuten ongeveer. En die blokken doe ik dan een paar dagen. Dat klinkt heel ongeloofwaardig waarschijnlijk. Maar dan kom ik maar dan je gaat toch dus 48 een uur wakker blijven en dan 3 uur slapen. En af en toe zo... Een minuut zoiets, of 2, 3. Ja. Maar er is een hele omgeving. Er gaan mensen in de studio zitten. Je hebt een medisch team of zo, hè? Ja, er is ook een medisch team dat mij volledig begeleid heeft. Die hebben gekeken of ik wel gezond ben. Dat bleek oké te zijn. Ja. Er is een lichttherapeut uit Nederland die ook de lichten gaat aanpassen, zodat mijn slaaphormonen worden uitgeschakeld. Je krijgt er energie van lichttherapie en zo, hè? Ja, en die dokters die gaan ook zorgen. Die hebben ook gezorgd voor een volledig slaapsysteem en aangepaste voeding. Dus op dat vlak ben ik... Want er zijn veel van die recordhouders, als je dat terug gaat opvlooien, amfetamines, cocaïne, ecstasy, allerlei brol, veel te veel koffie. Mm. Jij gaat het proberen puur sans netjes te doen. Ja, ik mag niks pakken dat op de lijst staat van verboden middelen. Dus, maar wel een soort van cafeïne... Ik mag wel cafeïnepillen pakken, want op een bepaald moment heeft de dokter gezegd van je moet stoppen met koffie drinken. Want ik dronk zo 10 tassen per dag, ik ben daar moeten mee stoppen. Ja. En dan de week daarna ben ik daar heel ziek van geweest. Echt compleet afgekikt. Ja, dat is heel raar. Ik compleet afgekikt en dan mag ik nu af en toe wel een cafeïnepil nemen als ik het lastig krijg. Ja. We gaan het even hebben met een dokter over wat de medische consequenties kunnen zijn van het wakker blijven. Het is 8 dagen, hè? Dus je begint maandagochtend, nu 11 juni om 6 uur 's ochtends. Dan ga je dus door tot dinsdag. Ja, ergens dinsdag. Ja. Dan moet je terugkomen. Dit wil ik zien. Maar we gaan er een dokter bij halen om te zien of dit wel allemaal kosher is. Dames en heren, de dokter uit ook getest op mensen. Tom Jacobs. Ja.
Heb je ooit zo patiënten gehad die 8 dagen niet geslapen hebben wegens een wereldreis of te hard werken in de haven van Antwerpen? Je bent dokter in Antwerpen. Ja, ze zeggen toch soms dat ze niet geslapen hebben zo lang. Maar of dat waar is, dat geloof ik niet. Ja. Ik heb nu 2 of 3 jaar heb ik ook getest op mensen gedaan. Slapen is zeer belangrijk voor de mens in het algemeen. Alles kan je verhelpen met goed slapen. En je wordt er ook mooi van te slapen. En jij slaapt heel goed. Jij gaat dus tegenovergestelde doen. Dankjewel, hoe ongezond is dat om zo lang niet te slapen? Of toch zoveel slaap niet te hebben? Echt ongezond zal het niet zijn in de zin van... ik denk niet dat hij er iets gaat aan overhouden. Okay. Als zij in een goede fysieke conditie is, dan zal dat wel lukken. Ja. Maar het is zeker niet raadzaam. En zeker dat argument van die studenten. Die studenten die moeten rusten om terug te kunnen studeren. Ja, je gaat eigenlijk de studenten ook wakker houden. Ja, de bedoeling is natuurlijk niet... Het zou te gek zijn dat je aan studenten zegt van... Mannen, we gaan 184 uur radio maken. Doe vooral mee. Dat is niet de bedoeling. Ja. Doe dit vooral niet thuis. Ja, ja, ja. Het is vooral als... wij zijn er met M&M op dat moment van de dag. Als je het lastig hebt, dan zet je die radio open. Ja, en dan ben kun jij je er van, altijd. Oké, okay, ça va. Dan je iemand die je er is moet nog geeft. Een zoet. Ja, het is dat. Gaga. Maar het lijkt mij toch het slechte voorbeeld te zijn. Maar ik heb me de hele tijd zitten afvragen... Wat zou er nu echt goed aan kunnen zijn? Nu, er zijn veel mensen die lijden aan slapeloosheid. En die denken dat ze daarvan zullen doodgaan. En slapeloosheid is een kwelling, maar je kunt dat overleven. Ja. En dat lijkt mij wel leuk te zijn... dat je dan, als je niet kunt slapen, doet de radio aan en zegt, god, er is er ook iemand die niet aan het slapen is. Ik ben niet alleen. Maar er zijn wel testen gedaan, hè, van mensen die heel lang geen slaap hebben gehad. Ja. En dan heb je verschillende stadia. Ja. Tot de totale waanzin als laatste stadium. Ja. Die uur krijg je een talkshow in de week. Ja, mooi. Middagavond. Wat zijn zo de stadia? Wel, het gaat eigenlijk al rap. Hè. Als je al 21 uur wakker bent, dan heb je een gehalte in je hoofd of wakkerheid van 0,8 promille alcohol. Oké, dan is het al min waar is mijn feestneus. En er is het beroemde experiment van in de jaren 60, waarbij dus een jongen van 17 jaar 264 uur aan een stuk wakker is gebleven. En waarbij dus artsen het ook hebben zitten waarnemen. Hè. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dan heeft men gaan noteren dat bijvoorbeeld de tweede dag dat hij al geen televisie meer kon kijken. Hij kon niet focussen. Ah ja, het zou vervelend als je wilt wakker blijven en je kunt al geen televisie meer zien. Hè. Mm-hmm. De derde dag begon hij al problemen te krijgen met zijn tong. Hè, ja, dat hebben, dus we hebben daar beelden van. Als je niet slaapt, dan krijg je dit soort tong, dames en heren. We hebben daar een mooi beeld van. Echt een beetje opgezwollen. Ik kom het niet dat het eten bent thuis. Echt walgelijk. En waar is dat de tong? Ja, de bovenste stuk was de tong. Dat was de tong. Ja, ja. En ook dikke oogleden. We hebben toch bezig zijn dat die oogleden ook kunnen zien. Heerlijk. Ja, echt. Oh. Ja, mooi. En koorsblaasjes. Maar dan moet je dat mee. Ja, daar hebben we voor. Nu, dat van die dat oogleden extreem, kan ik geloven, maar van die tong, dat zal niet zijn. Het is eerder een moeilijkheid om te spreken. Daar zal het mee zitten. En dan de vierde dag begon die al serieus geïrriteerd te raken. De voelstoornissen die waren al voordien. Hè. Dus zo van het ene moment u heel opgewekt voelen en dan u heel down voelen. Okay. Maar dan begon die hallucinaties te krijgen. Ja, er is een Nieuw-Zeelander die het gedaan heeft. En die begon op een bepaald moment ook... die kreeg gasten in zijn studio, vrienden van hem. En die dacht echt van, die gaan mij vermoorden. Ja, ja. Dus dat gebeurt echt. Dus mijn producer, Annemie, een heel lieve vrouw, die kinderen heeft gezegd van... Kijk, zegt je, als je je toch de behoefte voelt om heel kwaad te worden en heel negatief uit de hoek beginnen komen, doe het bij mij. Laat mij dan opbellen en doe het bij mij. Dat je de andere mensen niet lastig van valt. Hem met een brood. Dus, als je dat de producer... Zeg, maar na het einde gaat hem er niks van overhouden. Dus je kan dat wel aan. Zolang als hij... Ja. Want hij moet ook niet alleen tv kijken. Hij ziet... Dat is nu met van die computers en je moet zelf... Want het is heel streng. Dat is heel, heel belangrijk. Je moet echt elke plaat af en aankondigen. Doen, als je een interview doet, moet je elke minuut hoorbaar aanwezig zijn. Je mag niet een half uur even in Agada da Vida opzetten. Dat mag niet, hè? Nee, je mag wel bijvoorbeeld... een plaat mag maximum 6 minuten duren. Dus je mag bijvoorbeeld Bohemian Rhapsody opzetten, dan snel even naar de douche rennen of naar het toilet om dat te doen. Dat dan wel. Ah, ja. Maar je mag niet Jean-Marie de Dekker uitnodigen, die mens 2 uur aan een stuk laten doorgaan en dan zelf niks doen. Dat kan niet, natuurlijk. Hij kan dat, Jean-Marie, maar we gaan dat niet doen, alle 10 uur. En dus, ga je het toilet dus ook gewoon in de studio zetten? Want je hebt eigenlijk altijd maar 2 tot 3 minuten om dan even te plassen. Het toilet is denk ik op 10 seconden sta ik aan het toilet. Dan kan ik een en ander uitsteken en dan heel snel terugkeren. Nu, het probleem bij het toilet is... Niet op slaap vallen op de
Wat zeg je? Niet in slaap vallen op de pot. Ja, bijvoorbeeld. Dus gaan, er zal sowieso iemand moeten begeleiden. Maar dan val je eraf en dan word je weer wakker. Wel ja, maar ze gaan mij sowieso al moeten begeleiden en zo. Maar er is er bijvoorbeeld ook een bepaald moment... alles kan gevolgd worden op onze site en mijn MBE. Kun je alles volgen, ook mijn lichaamstemperatuur. En dat was belangrijk voor... Ik heb zo een soort spoedlijfarts. Die volgt mijn lichaamstemperatuur sowieso. En daarvoor hebben ze mij een pilletje gegeven. Ik heb zo'n hele reeks van pilletjes. Ja. En daarin zit een sensor... Die kan ik inslikken en op die manier kunnen ze dan via een bakje, zonder dat ze met een thermometer in mijn gat moeten zitten, kunnen ze via een bakje gewoon kijken wat mijn temperatuur is. Dus de luisteraar kan dat dan ook volgen op onze website. Dus het probleem is natuurlijk, als je naar het wc gaat en pilletje komt er weer langs de andere kant uit. Dan krijg je de temperatuur van het toilet. Dan moet je weer een nieuw pilletje insteken. Maar, ongelooflijk. Maar raad je het hem aan? Ik wil zeggen, puur als er nu zo iemand bij jou in het kabinet komt, dan ik vraag, ik wil 8 uur wakker blijven, 8 dagen wakker blijven. Nee, ik zou dat aan niemand aanraden. Nee? Ik denk ook dat het belangrijk is dat we slapen, omdat daarmee onze hersenen terug een onderhoudswerkzaamheden kunnen doen. Absoluut. De onderhoudswerkzaamheden. Ik denk automatismen die zullen goed gaan. Maar als bijvoorbeeld studenten die voortdurend bij moeten leren, dat is voortdurend oefenen, daar moeten frisse hersenen voor hebben. Dus maar je hebt ook een zwaar regime, veronderstel ik. Er zijn dokters bij gemoeid. Je gaat toch op je eten moeten leven? Je kan elke avond kip met curry en... Er is een volledig schema waar dus in staat wanneer ik mag slapen, wanneer ik mag eten, wanneer ik powernaps kan doen. En de voeding is ook aangepast. Er is een kok die kookt voor onder andere Quickstep. Dus die echt aangepaste, lichte, gezonde... De wielerploeg. Lichte voeding gaat bezorgen. Dus inderdaad, ik ga geen zware zakken frieten eten met samurai saus, zodat ik 3 uur op die pot zit. Dat soort dingen zit er niet in. We hebben trouwens beelden van jouw fysiek onderzoek. Je hebt een heel groot hart. Letterlijk dan. Voor een sportman is dat goed. Wil dat zeggen dat jouw weerstand heel hoog is? Maar de dokter zei dat mijn vetpercentage was oké, mijn hart was oké, alles klopt voor een mens van 40. Ja. Dus blijkbaar gaat dat ook wel schelen in mijn weerstand. Allee, als ik er echt zou aan beginnen, compleet onuitgerust en overvoed en noem maar op, zou dat ook niet pakken natuurlijk. Ja. Je wilt natuurlijk dat dit record officieel wordt gehomologeerd. Die mensen van Guinness Book of Records zullen daar zijn. Zitten die daar ook? Dan is eigenlijk ook zo'n beetje het wereldrecord gerechtsdeurwaarderen in één keer opgebroken. Die zitten dan ook de 185 uur. Ja. Allemaal, hij zit hier nog altijd. Ik zie hem 6 keer. Nee, er zijn gerechtsdeurwaarders mee gemoeid, maar het is niet zo dat dezelfde gerechtsdeurwaarder heel de tijd daar moet zijn. Alles wordt goed bijgehouden, alles wordt gefilmd, de audio is beschikbaar, er worden logboeken opgemeten, er zijn getuigen bij, dus alles wordt wel genoteerd. En dan wordt alles in een pakket opgestuurd naar Guinness in de hoop dat het gewoon volgende week ook wel lukt. Maandagochtend 5 uur met een klein koffertje proper onderbroeken. Zoiets, ja. Dan kom ik daaraan. En dan we gaan er allemaal naar kijken. En Tom, bedankt voor de toelichting. Peter van der Veer, dames en heren, vanaf maandag 11 juni, vanaf 6 uur 's ochtends tot ongeveer half augustus, live op de radio. Tom Jacobs, Peter van der Veer. Dankjewel.